Qatar is heel eenvoudig. Waarom? Want je kunt niet sturen, je hebt geen idee waar je naartoe gaat. Normaal in Nederland, als je naar boven gaat, ga je wat meer naar rechts, naar beneden ga je wat meer naar links. Op die manier kunnen we eigenlijk indirect sturen. Maar sommige dagen zijn al die windrichtingen op verschillende niveaus in dezelfde richting, wat ons dus geen variatie geeft. Nou, in principe is de windrichting goed vandaag, van hieruit naar het zuidoosten toe. Alle ruimte, we gaan dus niet naar Rotterdam. Mocht de wind nou ineens draaien, dat we wel bijvoorbeeld in Rotterdam uitkomen, dan moeten we dus van tevoren landen. Iedereen zit op zijn eigen enkels. Dus niet iemand op schoot nemen. But we want to spread out a little bit, not stand all on that side. Yeah. There's a lot of very nice places to live on the side of the... So it's waarschijnlijk heel anders dan... Oh, that's good. That is lovely, so hungry. Maar het is niet zoals in de vliegtuig dat je echt moet sturen. Verschillende hoogtes, de richting allemaal hetzelfde. En dan kun je dus niet sturen. Nee. Maar normaliter, als je mazzel hebt, heb je een hoek van 90 graden van het grondniveau tot en met een bepaalde hoogte. En dan heb je natuurlijk een hele window voor je waar je kunt, waar je in kunt laveren. Ja. Ja. Ik voel hem. Met die koen op kijken naar boven. Ja, maar die hoort natuurlijk al die herrie. Ja. Daar zijn die boeren niet blij mee, hè? Nee. Ja. Handen. Kijk, als je langs de grond gaat, dan heb ik het. Ja, kijk, ik zit er weer. Gebruik je die baleinen hoor? Is om het bandje te sturen. Okay. Dus we willen eigenlijk altijd op die lange kant landen. En door de wind en zo draait die ballon. En dan net voor de landing kun je hem even uitlijnen. Want anders dan zouden we bijvoorbeeld die kant opvaren. Dat is dan niet zo makkelijk. Maar die kinderen groeien een heel andere tijd op, hè? Nou ja, ze raken natuurlijk een beetje de basis kwijt van wat wij nog een beetje groot hebben. Zelf een keer wel door het water gegaan. Ik blijf ze blij, mooi rustig staan. En we gingen naar beneden en ik denk, we scheppen net een beetje water. Spannend. Maar doordat we redelijk snel gingen en dat mandje gelijk afremt en die ballon doorgaat en die mand dan schuin gaat, dan gaat het naar beneden. Met die vogels zijn bijna. Ik kwam er bijna niet meer uit. Is dat een wezel of iets? We hebben lijn of iets dergelijks. Volgens mij is daar ergens een vogel door de ballon heen gevlogen. Ja.
komen vanaf hier. Ja. Zag je dat dat doek er helemaal geel, hè? Ja. Heb ik ook. Ik moet gebeld worden, dat is niet te geloven. Nee, nee, gek worden. Leef je nog? Heel lelijke been. Ja. Hoi. Die motor rijdt je taak op bed. Die zit alleen maar aan de hand te kijken, zie je dat? Die gaat eigenlijk zo de sloot in. Als je het landen doet een beetje draaien, dat is niet erg. Zodat je het zelf spannend bent, dan mag je in de landen zitten. Wat een mooie plek, man. Super. Ja, heel mooi. Wat leuk dat je al ook landen kijkt. Dat is wel leuk, kunnen we van dichtbij zien. Zeg, dan bij de molen, hè.